De Landbouwhogeschool in Wageningen heeft aan zijn 100-jarig bestaan ook een speels accent willen geven. En daartoe in de tuin van de school, die tegen de hellingen van de Wageningse berg ligt, een 40-tal scheppingen van eigentijdse kunstenaars laten plaatsen. Beelden op de berg heeft men de tentoonstelling gedoopt. En in deze zomermaanden hebben tal van vakantiegangers langs de kunstwerken gedwaald en er zich vaak over verbaasd. Zoals over deze groep van 9 staalplastieken van de Vlissingse autodidact Jan Haas, die er staalresten voor van de schroothoop haalde. Maar een doos, dat is ook weer groot. Het is een, dit lijkt net een vuilnisbelt. Hier ligt een kartonnen doos. Tenminste de vorm daarvan. Dan, hier ook een doos die inschuift. Ieder beeld is zo geplaatst dat het een eigen stuk ruimte krijgt die het best aansluit bij de omgeving. En meer dan in een museum is hier direct contact met de moderne kunst mogelijk. Velen krijgen door deze expositie een geheel andere kijk op kunst. Ik had vroeger altijd het idee dat beelden dat het wat stijfs was. En dat, dat is nu voorbij. Ik vind het wel leuk. En dat is toch wat die moderne kunstenaars toch pretenderen. In eerste instantie gewoon spelen, gewoon leuk zijn. En dat komt wel over. En dat speelse geldt zeker voor deze bewegelijke structuren van Henny Teijink uit Tilburg. Die zich in allerlei vormen laten dwingen. En waaraan jong en oud daar op de Wageningse berg duidelijk plezier beleven.